Een het verhaal vanuit de Italiaanse pers deze vrijdagochtend, want La Gazzetta dello Sport die meldt namelijk dat drie Formule 1-teams afgelopen seizoen het budgetplafond zouden hebben overschreden, waaronder het Red Bull Racing van Max Verstappen. Het budgetplafond werd afgelopen jaar in de Formule 1 geïntroduceerd met als doel om het veld dichter bij elkaar te brengen en de sport aantrekkelijk te maken voor eventueel nieuwe deelnemers. 2021 lag dit plafond op 145 miljoen dollar per Formule 1 team, dit jaar is dat 140 miljoen en aankomend seizoen wordt het nog eens verlaagd naar 135 miljoen. Volgens de grootste sportkrant van Italië zou de Cost Cap Administration haar onderzoek naar uitgaven van afgelopen jaar inmiddels hebben afgerond. En hebben de teams direct op de hoogte gebracht van een eventuele overtreding. De krant schrijft dat het dossier een van deze dagen openbaar zou moeten worden gemaakt. Twee van de drie teams die het plafond zouden hebben overschreden zijn Rebel Racing en Aston Martin. Over het derde team is nog niet bekend. Nou, volgens het dagblad zou Rebel Racing eind vorig jaar ongeveer zo'n 4 à 5 miljoen dollar te veel hebben uitgegeven aan de RB16B. Mochten er gerucht waar zijn, dan volgen er mogelijk sancties voor de teams die het plafond hebben overschreden. In het financiële reglement staat dat een overschrijding van het plafond tot 5% als kleine overtreding moet worden gezien. Wat betekent dat eventuele straffen variëren van geldboetes tot aftrek in BK-punten. De VIA heeft de zogenaamde porpoising matrix voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore aangepast om te voorkomen dat toegestaande limieten van het stuiten overschreden wordt door toch wat hobbelige asfalt van Marina Bay Circuit. Ja, de verticale krachten op de auto's, de trillingen, worden vanaf dat weekend gemeten aan de hand van een bepaalde matrix, de Aerodynamic Oscillation Metric, de AOM. De teams die hierboven uitkomen worden doorverwezen naar de stewards met een mogelijke sanctie als gevolg. Ten tijde van het raceweekend in België hadden de teams echter al een dusdanig goed beeld van het Zuid en hoe dit opgelost kon worden, dat het overschrijden van de matrix nooit meer aan de orde is geweest. Wel waren er wat kopzorgen over het aantal circuits in de staart van de kalender waar we dus op dit moment zijn. De matrix wordt namelijk berekend op kracht per afstand en dat werkt prima op een circuit met een strak asfalt. Maar op een hobbelig wegdek, zoals hier in Singapore, zou deze grens wel overschreden kunnen worden zonder dat dit daadwerkelijk komt door het gestuiten van de auto's. Nou, de VR heeft daarom aangekondigd dat er een nieuw maximum is ingesteld op 7G op de meting, zo meldt motorsport.com. Pieken die worden veroorzaakt door het circuit, die worden niet meegenomen in de berekeningen. Ja, hoe laat gaat het dan allemaal plaatsvinden vandaag? Om 12 uur is het tijd voor de eerste vrije training. En de tweede sessie begint om 3 uur in de middag. De derde en laatste vrije training begint deze zaterdag om 12 uur. En om 3 uur is het tijd voor de kwalificatie. De race, de Grand Prix van Singapore, begint deze zondag om 2 uur in de middag. En Pierre Gasly, die weet zelf ook nog niet waar zijn toekomst in de Formule 1 na dit seizoen ligt. Maar de Fransman weet wel dat er binnenkort zowel voor hem als de rest van de wereld duidelijkheid gaat komen. Tijdens de persconferentie in Singapore, voorafgaand aan het raceweekend, gaf Gasly een kleine inkijk in hoe de gesprekken momenteel verlopen. Iedereen weet dat er gesprekken en discussies lopen, maar van mijn kant hoop ik binnen twee of drie weken een duidelijk antwoord te hebben over mijn toekomst. Tot nu toe is er niets veranderd en als er uiteindelijk iets bevestigd is, dan weten jullie er vast van. Ja, de coureur heeft in ieder geval nog een stoeltje voor 2023, maar de vraag is dus of dit bij Alpine of Alpha Tauri is. Was hem dan het Gepenfans-nieuws van de vrijdagochtend? Ik zie je deze middag weer. Tot dan! Hoi!